als ze zo graag willen vechten voor dat geld, dan zeg maar dan vechten tegen hun arm of hun nek. Okay, ja, dan moet het maar gelijk onder de harde handen voelen hoe het er echt naartoe gaat. En die vrouwen lopen natuurlijk al in de club rond, maar als ze thuis zitten met die gezonde salade, kom je het niet tegen. Dus ja. Yo, hartje mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik kickboksen met de enige Robin van Roosmalen. Adam Den Bos, de Netherlands! Kijk eens wie hier is. King Lut gaat een pak, jongen. Huh? Natuurlijk gaat John mee, want hij is nu professioneel bokser. Ben je al zenuwachtig voor zo'n kribbel? Ik ben weer zenuwachtig voor zijn overgewicht. Ik hoorde laatst een stukje video en zegt hij dat hij jou makkelijk pakte. 100% in de derde ronde pakt hij maar. In de derde ronde? Tweede, derde ronde, 100% zei hij. Ben je 5 rondes toch? Nee, ik ben 6 rondes als het goed is. 6, jongen, wow. Let's go. Hoi. Sean, laat die even zien deze touw. Dan. Dan maak ik veel mis. Ik wil wakker worden. Weet je wel wakker worden? Ik vond net de man. Je voelt je net of je in Venice Beach bent. Dat zie je altijd toch op Instagram zo. Beter uit Venice Beach, geef eerlijk toe. Hoi, daar is die. Hey. Ja, mensen, we zijn dus in de Respect Gym. Dat is de gym van Rob van Roosmalen. En het ziet er wel echt nice uit, man. Het is een vette gym, joh. Dus, ja, mooi, hè? Ik zou bijna verhuizen om hier te sporten. Ja, toch? Maar ja, dat is het, dat is gebleven. Oké, mensen, het is tijd om nu even te gaan trainen. Ik ga natuurlijk een les krijgen van de enige echte Rob van Roosmalen. Die kan echt mega hard slaan, toch? Soms. Hij moet hier mijn buik slagen. Wat jullie niet gezien hebben, was wat erna gebeurde. Helemaal niks. Nee, geintje. We gaan een serieus les doen. Ik ga even dingen leren van Robin. En als jullie goed kijken, je kijkt de hele video, misschien leer ik nog wat. Misschien, als je goed oplet. En dat betekent ook meer respect. Geen grote mond! Arthur! Kim maar weiter! Als je links rechts. Lekker bezig met Pets, hoe gaat het? Ja, gaat goed, doet het super. Ja, gaat lekker. Oh, als Robin het zegt, jongens. Het doet goed, jongens. Nou, ik heb wel een vraag en deze vraag ik heel lang. Die wil ik eigenlijk aan meerdere mensen eigenlijk stellen die wel hoog niveau vechten. Mm-hmm. Wat vind jij van de hele hype van die influencer battles? Wat vind je ervan? Ja, ik heb een gemengde gevoelens over. Ja? Eén, ik vind het goed voor de publiciteit. Ja. Maar als ze die influence gevechten echt willen doen, dan moeten ze het echt voor de sport doen. Ja, niet alleen maar om geld te maken en dan weer weg te gaan. Voor de cash. Want, ja, want wij trainen er al heel ons leven voor en we krijgen die bedragen nu niet, dus waarom zouden we die wel kunnen krijgen? Ah, duidelijk. Dus, ik snap het, maar stel dat ik een contract krijg en ze willen mij veel geld geven, ik zeg geen nee natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, dat vind ik jou ook van harte, maar als ze zo graag willen vechten voor dat geld, dan zeg maar dan vechten tegen hun arm of hun niks. Dan moet je het maar gelijk onder de harde handen voelen hoe het er echt naartoe gaat. Jongen, mensen. Dus jongens, als jullie echt willen. Robin is hier! Ik sta klaar. De Punisher, puncher. Oké, we gaan continue, let's go.
We zijn lekker bezig met de pets. Ik ben behoorlijk aan het zweten. Ik ook. Ik vind zelf kickboksen echt leuk aan boksen. Maar mijn vraag gewoon een keer random. Ja. Hoe ben je ooit begonnen met kickboksen? Of boksen? Waar ben je mee begonnen eigenlijk? Ik ben eigenlijk gewoon de sportschool. Opgegroeid in de sportschool. Mijn pa die was wereldkampioen. Die trainde, dus zijn normaal meer naar de sportschool. Dus ik was al 4 jaar, toen liep ik al rond een beetje te huppelen en te doen. Ja, ja. Want gewoon meegetraind voor de lol. En je bent nog ingerold, ben nu professioneel kickboksen. Ja. Kampioen van 2 divisies geweest, glorievechter. Ja, ja, dat is uiteindelijk. Wat wil je nog meer? Precies, het uiteindelijk is nog maar goed gekomen. Ja, ik heb nou gevoetbald ook, maar ja, daar vond ik niks. Ik ben een slechte teamsport speler, dus ja. Ik ook. Hand solo. Ik heb zelf ook altijd gewoon in de vesp gedaan. Karate gedaan, kickboksen, fitness, voetbal vond ik niks aan. Nee. Teamverband niet, maar ik vind het gewoon met een bal trappen vind ik niks aan. Weet je. Ik trap liever tegen iemand zijn bek aan, hè, jongens. Nee, dat is niet dat. Hé, kut, we gaan verder. Ik wil even dat je geslopen hebt, Robin. Moet je hem even slopen? Even, dat shirtje moet even nat worden. Moet even slopen, nou. Moet het shirtje nat worden? Nog natter. Dan ga je even in de balletje erin gooien. Nou, dankjewel, John. Heel bedankt. Ik ga een kleine intervalletje doen van 1 minuut. 10 seconden werken, 10 seconden rust. Dus met die 10 seconden is alles uit de kast. Dus geen bachelor, dus maar. Laat het maar. Mokers. Oké, we beginnen met 10 seconden rustig. Gewoon lekker bewegen, lekker ontspannen. Geen kracht, goed letsen dan. Lekker goed letsen, ja. 10 seconden gaan we alles uit de kast. En ik ga 10 seconden op. En lekker maken. En rust. Lekker goed flessen weer, bewegen. Op die zak. Nog 1 ronde, want het is een nerve zo. Sorry, ik het gaat uit. Ja, helaas wel. Acuutie zit in je hoofd, hè? Ja, heel erg wijs dat, hè. Mijn acuutie is niet zo goed meer lang. Het zit in je hoofd, jongen. Rustig verder, souplesse, blijf bewegen. Explosief blokje. Blijf explosief. Zo, conditie jongens. Belangrijkste is deze conditie. Conditie van de handtas. Hij knip je toch uit. Kun je iets dichter bij elkaar zetten? Kunnen jullie bij elkaar op schoot zitten anders? Kijk, ik heb eigenlijk een vraag opgeslagen in 2D nog. Ja. Van, wat is jouw balans tussen het hele healthy lifestyle en alcohol en slecht eten? Mm-hmm. En ja, en hoe beïnvloed je eigenlijk jouw hele social media lifestyle? Is dat per se van, kijk maar, ik ben echt keigezond en ik eet ondertussen patat en ik zuip met de pleuris of? Hoe ziet het eruit bij jou? Nee, ik ben gewoon heel eerlijk met alles met heel mijn leven. Dus mijn Instagram, alles wat ik doe, krijg je te zien. Ja. Nou, drinken, slecht eten, gezond eten of niet. Als ik in de wedstrijd voorbereiding zit, dan ben ik eigenlijk 3 keer naar de sport toe. Eet ik gezond, leef ik gezond. Maar zodra ik vrij heb en tijd heb om van het leven te genieten, dan geniet ik ook goed. Dus ja, het is een beetje een balans. Ja, je moet uiteindelijk leven ook. Precies, als je alleen maar met de sport bezig bent, dan word je denk ik depressief. Als je echt continu alleen maar op dingen let en nergens een taartje kan eten op een verjaardag of wat dan ook. Een keertje kan stappen met vrienden, drinken. Ah, het moet leuk blijven. Precies, ja. En die vrouwen lopen natuurlijk allemaal in de clubs rond. En als je thuis zit met je gezonde salade, kom je niet tegen. Dus, ja. Nou, dat is een tip voor de Duitse sporters, mensen. Als je alleen sla eet, dan ontmoet je geen lekkere chicks. Dus, ook heel belangrijk. Eet patat. Oké, okay, nou, we gaan even 1 onderdeel doen, dan zit de training er helaas weer op.
Het is wel lekker. Ik ben wel lekker aan het zweten. Dus, let's go. Oeh. Ja, even opnieuw, dat was wazig. Yes, oké, okay, nou, dit is eigenlijk de video. We hebben het gedaan als influencer. Het is goed, er zitten goede dingen bij. Ja? Dus voor een influencerpartij zou je het goed doen. Dus je moet iemand uitdagen. Ik zou ze allemaal uitdagen. Allemaal? Allemaal. Iedereen, kom maar, kom maar. 100.000 euro doe ik alles. Geen probleem. Als Boef het kan, kan ik het ook, ja. Nou, ik vond het super leuk met je te trainen. Dankjewel, ik vond het ook leuk. Nou, volgende keer ga je zondag een keer tegen hem zien, toch? Ja, hij moet binnen, zonder ben ik met vechten, soms achter de kamer, als wij even. Hoi. Kijk, hij moet binnenkort tegen Paul. Ja, bij Elstak. Nee, bij andere Paul. Wij zijn zo'n supporter. Wij komen zo'n supporter. Ik hoop dat jullie het leuk vindt. Hit even die like button. Abonneer op mijn kanaal natuurlijk. Mensen, tot de volgende. Keer.